Nou jongens, today is my day. Want ik hou van vechtfilms, van achtervolgingsscènes met lekker veel actie. En ik ga het vandaag leren vechten. Ja, niet echt dan, hè? Nep natuurlijk. Want echt in een gevecht terechtkomen is natuurlijk not so nice. Maar doen alsof is tof. Just watch me fake it. Let's fake it until we all make it. Maar wat zou ik doen, jongens? Wie zou ik zijn zonder de perfecte faker die mij alles kan maken? De teacher Saskia. Hoi. Fake it till you make it. Waar moet je nou op letten als je gaat nepvechten? Nou, er zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn. Het verschil tussen nepvechten en echt vechten. 1. Goed afspreken wat je gaat doen. Een nepgevecht is eigenlijk een dansje die je samen afspreekt met elkaar. Natuurlijk, in echt vecht ga je niet zeggen, ik ga jou nu slaan. Oké? Okay? Ja, want dan weet jouw tegenstander dat dat gaat gebeuren. Dus dat is eigenlijk een beetje de gouden regel. Is dat een nepgevecht is een soort dansje met elkaar. Helemaal afgesproken. Helemaal afgesproken, ingestudeerd. Je weet precies de volgorde. 2. Let op je afstand. Met nepvechten werken we heel veel trucjes met afstand en met camera. Dus bijvoorbeeld, als ik hier zou slaan... Ja. Vanaf de camera zie je dat het erg mis is. Als jij een stapje die kant op doet en ik een stapje die kant op doet... en ik sla jou hier, dan lijkt het alsof mijn vuist jouw gezicht raakt. Oh, juist. Wat goed. En door op het juiste moment te reageren... kunnen we vertellen dat ik jou echt sla. En de rest van hun leven bleven Ronald Rainbow en Flint Beastfoot... alleen maar echte cowboy. Ridder William! 3. Hou oogcontact. Je zorgt altijd dat we elkaar kunnen zien. Want als ik kan zien dat jij mij ziet, dan weet ik dat jij er klaar voor bent. Oh. Terwijl als ik uit het wilde ben, ja, denk ik, nu komt het elleboog. Ja, dan ben jij misschien al veel dichterbij dan ik dacht. En dan raak je me misschien echt. Ja. 4. Het belangrijkste is de reactie. Omdat we elkaar geen echt pijn doen en elkaar niet echt raken, hoe laten we het dan echt lijken? Door de reactie. Oh, dus hoe jij reageert op een klap... vertelt hoe ernstig hij was. Mm. Jij moet vertellen dat ik jou geraakt heb zonder dat ik jou aanraak. Mm. Dus dat is de fake it acteren deel. Wat zo belangrijk is, fake it till you make it. Dus de truc zit in de reactie. Rot op, joh. Dit is onze wijk. Laat me los, man. Laat me... Hey. Ik wil je niet meer zien in deze buurt, bitch. Nou, laten we het doen. Leuk. Ja, cool. Ik heb een paar voorbeelden. Eén hele leuke is haren trekken. 1. Haren trekken. Dat zie je ook heel vaak in films. En het voelt altijd heel naar, want je haar is ook heel gevoelig. Als iemand je volle haren pakt en je gaat schudden, dat zal heel pijnlijk zijn. Ja. Maar het voorbeeld is, ik pak jouw haren vast. Ja. Dan pak jij mijn polsen vast. Ja. En heel stevig. En ik heb eigenlijk geen druk op jouw hoofd. Jij drukt mijn handen op mijn hoofd. Oh ja. En jij schudt nu heen en weer. Dus ik doe niks. Ja. En jij gaat wild heen en weer schudden alsof ik aan jouw haar trek. Ja. Ja, precies. En als je een beetje bij gilt en ik kijk boos. Het is zo grappig, want jij doet helemaal niks. Ik doe helemaal alleen niks. Je handen op mijn hoofd. En ik ga een beetje met jou mee, dus ik probeer het heel groot en heftig te laten blijven. Ik bepaal eigenlijk. Ja, dus jij hebt controle. En hetzelfde techniek gebruiken we met wurgen. Ik leg mijn handen op jouw nek. Ja. Ik span mijn handen aan, want dat is alsof ik echt kracht zet. Ja. En hetzelfde, jij pakt mijn polsen vast. En weer, jij drukt je in. Goed dit? En je voelt er niks aan. Nee, je voelt helemaal niks. Nee. Oh, wat goed dit. Je kan ook met kleren trekken, tassen trekken, jassen trekken. Oh, je trekt dus niet echt. Ja, het is ook gewoon aan elkaar. Je hebt elkaar gewoon vast. Ja. Je doet gewoon heel wild. Ga ze elkaar met blote handen te lijf. Het is gewoon griezelig wat hier gebeurt. En hij smakt hem neer. 2. Slaan. En een belangrijk ding met slaan is altijd... je geeft wat wij noemen een waarschuwingscommando. En dat is? Dus in het echt zou je heel kort heel recht slaan. En voor een nepgevecht dan doe ik eigenlijk... trek ik mijn arm terug, waardoor jij weet... Hij komt eraan. Ik ga jou slaan. Een vooractie laten zien. En dat noemen we een waarschuwingscommando. Kom! Wait a minute! Wait a minute! Wait a minute!
Het lastige van slaan is, je moet eigenlijk altijd misslaan. Daar is meestal geen contact. Bijvoorbeeld als ik een stoot geef, ja, ik kan jou niet zachtjes voorzichtig in je gezicht raken. Nee. Want het ziet er niet goed uit en als ik het harder doe, dan doet het pijn. Ja. Maar het moet raak zijn op camera. Ja. Dus als ik jou van voren sta slaan hier en de camera staat opzij, dan zie je dat mijn vuist een halve meter van je gezicht vandaan zit. Precies. Maar als we een stukje opzij gaan, dan gaat mijn vuist achter jouw gezicht. En op dit moment, als mijn vuist verdwijnt, ja, lijkt het alsof ik jou raak. Oh, en door die timing, precies, reactie op mijn timing, op het momentje te doen, ja, dan lijkt het alsof ik jou sloeg, terwijl er nog steeds een halve meter tussen zit. En nou even niks over mijn moeder, ja? Nou, ja. Laten we het eens gewoon even een paar keer doen. Gaan we een paar keer oefenen? Ja? Ben je okay. er klaar voor? Ja, ben ik klaar voor. Oké. Okay. Ja. En drie. Knietje. En een knietje maak je wel contact, maar je wilt nog steeds niet dat het geen pijn doet. Ik ga je gewoon bam met mijn knieën in je buik. Dus wat je doet vaak met een knietje, is als jij normaal tegenover me staat, is eigenlijk, ik pak jouw schouder vast. Ja. En ik leg mijn dijspier in jouw buik. Hmm. Dus ik trek mijn kniebotje helemaal buiten jou langs. Dus ik raak jou met het zachte gedeelte van mijn been. Dus niet met je knie, maar met je bovenbeen. Goeie tip. Dus dat soort trucjes kunnen we mee spelen om een heel gevechte paal met haren trekken, knieën, slaan, wurgen. Vallen, opstaan, wurgen. Zonder dat je elkaar pijn doet. Make it till you make it. De pro van vandaag. Een faker die alles al kan maken. Maarten Heijmans. Jawel, jawel. We kennen jou natuurlijk allemaal als cowboy. Op een dag waren Smooth T. Truman en Wild Willie Blood Sugar een stevig potje aan het knokken. Jij bent zo'n amateur cowboy dat zelfs jouw paard zich voor jou schaamt. Maar je hebt ook heel veel andere dingen gedaan. Maar heb jij al vaak moeten vechten in scènes? Ik ben geen actiefilmheld, dat niet. Maar ik heb toch wel menig gevechtje gedaan. Ja? Waar waren we gebleven? Oh. Oh. Ruikt lekker rustgevend, Truman. Ik heb 15 jaar geleden ongeveer zelf een voorstelling gemaakt met heel veel vechten erin. Toen ik nog op de toneelschool zat. En, want wij wilden gewoon heel graag een voorstelling met veel vechten maken. Waarom? Ik denk dat het van heel veel mensen die gaan acteren wel een droom is. Ik bedoel, ik keek vroeger altijd naar tekenfilmpjes en het veel werd gevochten. Dat vond ik gewoon cool. Ja, en films als The Matrix en zo vind ik heel gaaf. Ja. Dus het was een droom om dan zelf een voorstelling daarover te maken. Ja. Met heel veel vechtscènes dus. Alleen maar vechtscènes. Daar gaan we even naar kijken. Ja. Ja, dit deden we gewoon een uur lang. Dit soort dingen. Wow. Wat hilarisch dit. Dit is super leuk om te spelen. Dit vind ik het allerleukste om te spelen. Ja? Ja? Oh, dit soort dingen. Je kan gewoon helemaal losgaan dan. Ja. Als je vechtscènes ziet, van dat je denkt, oh vet, ik wil ook zo goed kunnen vechten, zoals in een film. Als je dat, ja, dan kan je dat gewoon zelf doen. Ja, precies. Dat je kan gewoon doen alsof je dat heel goed kan. Je kan doen alsof je het heel goed kan. Ja, en als ik de cowboy speel, kan ik doen alsof ik een hele stoere cowboy ben, wat ik helemaal niet ben. Op een dag waren Smooth T. Truman en Wild Willie Blood Sugar een stevig potje aan het knokken. Ja, dit lijkt mij dus heel moeilijk. Dit moet je heel vaak oefenen, toch? Ja, dit oefen je met z'n tweeën heel erg goed. Dus je neemt het door, je repeteert het. Vaak is er ook iemand bij, een stuntcoördinator, die dan zegt hoe je dat precies moet doen. En dat doe je gewoon eerst een paar keer heel traag, heel langzaam. Dan blijf je het oefenen en steeds sneller doe je het. Tot je het op een gegeven moment kan, zeg maar. En wat is dan de gouden tip van jou voor een vechtscène? Waar moet je even goed om denken nog? Oh, het allerbelangrijkste is voorbereiding. Dat je het samen doet. Ja. Als een dans.
Dus goede afspraken maken voor de choreografie en oefenen, oefenen, oefenen. Dankjewel, Maarten. Make it till you make it. Make it till you make it. Echt nog een druppel spuug jouw kant op, sorry. Zo, dat geeft om niks. Dat kan gebeuren bij een vechtscène. Did I make it? Ja, ik vond het wel geloofwaardig allemaal. Hoe voelde het zelf? Ja, ik vond het dus heel vet. Ik had meteen dus het gevoel dat ik in de Matrix zat. Oh, wow, ik word meteen zo... Maar ik moest wel opletten dat ik je niet echt ging slaan. Ja, dat is wel belangrijk. Dat het, echt het is eigenlijk een soort dans die je met z'n tweeën instudeert. Ja, het werd ook wel echt een dans. We moesten wel overal heel goed op letten ook. Oh, dit is echt vet. Nou, ik wil dit wel vaker oefenen. Maar we blijven het gewoon lekker oefenen. Nou, I faked it. And I made it. Now you fake it till you make it. Fill your body toolbox to the max. Fake it till you make it.